Ze gaat vast bij hem klagen. Nou ja, daar moet je niks van aantrekken. Charlie kan me ook niks schelen, maar mijn vader die gelooft alles wat ze zegt. Ja, je vader weet heus hoe moeilijk het voor je is. Hij weet dat je hier bent, toch? Waarschijnlijk laat hij gewoon even met rust. Nou, hooguit voor een paar dagen. Hij accepteert het echt niet als ik helemaal niet meer terugkom. Met z'n vierde vanavond, want eten we niet eens met net dat hij de koning eet. Maar waar moet ik eigenlijk heen als jullie gaan verhuizen? Oh, we gaan niet verhuizen. Als mijn moeder iets echt niet wil, gebeurt het niet. En alsof jouw vader zich daar iets van aantrekt? Nou, hij zal wel moeten. Ja. Hé, wij gaan echt niet verhuizen. No way. Stel dat we wel gaan verhuizen. Mijn vader toch zijn spullen wil pakken en hoort dat we gaan, nou, dan gaan wij toch ook weg? Waarheen dan? Ik, ergens waar het leuk is. Ja. Buitenland misschien. Meen je dit? Hey, ik ben bloedserieus, hè? Als wij maar samen zijn. Ik had nooit toe moeten staan dat ze bij Sjoerd logeert. Het is genoeg geweest. Wacht eventjes. Ik snap haar wel. Ze ziet maar één kant van jou. En voor het gemak vergeet ze maar even dat jij er voor de was toen ze Anita miste en dingen die met mij kon bespreken. Ze beseft niet half wat je voor haar hebt gedaan. Dat telt nu even niet. Ik heb jou ongelukkig gemaakt en zij wil jou beschermen. Echt, het is beter als ik hier even blijf. Ik heb nu die baan geregeld, we redden het wel. Oké, dus we geven Rieke de zin. Nee, we geven er een beetje tijd. Hoe lang? Een maand? Een half jaar? Ik laat het niet ons leven bepalen. Ik wil weer dat het wordt zoals het was. Wij samen in ons huis met Valentijn en Rieke. Dat wordt het ook wel. Ja, niet zolang zij de boel saboteert. Jij hebt het toch zelf beloofd dat we het rustig aan zouden doen? Dat je de kans zou geven om eraan te wennen? Ja, dat was voordat ze de spullen pakte en naar Sjoerd ging. Maar wat valt er te wennen zolang ze daar zit? Je moet het niet forceren. Ik ben wel de vader. Ja? Dus ik weet wat goed voor haar is. Rick, wacht nou heel even, alsjeblieft. Rick, wacht alsjeblieft, heel even. Liefje. Zelfs op mijn eigen kamer ben ik niet veilig voor jullie. Eet in elk geval wat. Hier. Pas maar op. Straks doe ik mezelf wat aan met dit mes. Ik ben toch niet goed bij mijn hoofd? Oké, word alsjeblieft niet boos als ik dit zeg. Maar ik denk dat het een goed idee is als jij met iemand gaat praten. Ja, of stop me meteen in een inrichting. Dat willen we juist niet. Maar ik denk wel dat het slim is als jij met een therapeut gaat praten. Omdat ik contact heb met de geest van mijn vader? Laat maar, ik hoef niet nog een keer van jullie te horen dat geesten niet bestaan. Nou, dat hoor je mij niet zeggen. Ik geloof wel degelijk dat geesten bestaan. Hé, hey, hoe laat heb jij dat examen morgen? 10 uur. Maar dan kan je nog uitslapen ook. Relax nou even. Nout. Zeg even dat hij moet relaxen. Relax nou eens even, man. Thanks, man. Hey, hoe ging het? Ja, wel goed, geloof ik. Je hebt de antwoorden nog niet gecheckt op internet. Nee, daar heb ik nog geen tijd voor gehad thuis. Ga dat dan even doen in mijn kantoor. Ja, ja, oké. Okay, duim voor me. Ik hou wel een drankje voor je. Yo, ja? Jij ook? Biertje. Ja. Waar is mijn drankje? Wat wil jij doen? Een witte wijn. Komt eraan. Ik mag zeker niet vragen waar jij aan denkt. En ik mag zeker ook niet raden dat het allemaal mijn Lido is. Hou er nou eens over op. Nee, want dat wil jij niet. Het gaat gewoon niet. Aan hun ligt het niet, hoor. Daar ligt het probleem niet. Er is gewoon te veel gebeurd. En trouwens, ik vind het wel prima zo. Ik hoef niet meer zo nodig papa's kleine prinsesje te zijn. En ook niet mijn moeders ideale dochter. En zij zijn absoluut niet de perfecte ouders. Maar ik krijg wel een perfecte bruiloft met mijn perfecte broertje als de perfecte getuige. En nu houden we het echt over. Oké. Okay. Ik ben ook perfect. Ja. Ik perfecter. Waarom zeg je dat nou? Sorry, ik heb me hier de hele tijd buiten gehouden, maar... mijn moeder en mijn oma konden allebei communiceren met geesten en die waren niet gek. Dus jij gelooft ook dat ik contact heb met mijn vader? Dat weet ik niet. En dat is het nou juist met geesten oproepen. Je weet nooit wat er aan de andere kant is. Het zou net zo goed een slechte geest kunnen zijn. Een vriend van mij die heeft ooit een Ouija-bord gevonden.
En daar waren wij mee bezig, want hij wilde graag zijn opa spelen. Ja, dat is iets als glaasjes draaien, maar het is net anders. Je kan het zeg maar ook alleen doen. Nou, wij waren daarmee bezig en mijn oma kwam erachter en ze werd echt woest. Je moet dit soort dingen overlaten aan mensen die weten wat ze doen. En ook mijn moeder heeft me er heel vaak voor gewaarschuwd. Het is een duistere wereld. Kijk, veel geesten zijn jaloers dat jij hier bent en zij daar. En aangezien ze hier niet kunnen komen, willen ze er alles aan doen om jou naar de geestenrijk te lokken. Dat kunnen ze toch niet echt? Dat dacht ik ook altijd. Maar ik ben bang dat Jos gelijk heeft. Je moet dit echt niet meer doen. Oké. Ja, ik stop ermee. Echt. Ik zal het niet meer doen. Oké. Nou, daar ben ik heel blij om. Ja. Eet. Ja. Waar blijft Edwin nou? Ja, weet ik veel. Nou, ik kijk wel even. Oh, hey. En? Ik heb het verkloot. Oh. Examen van vanmiddag, dan mag ik blij zijn als ik een 4 haal. Fuck. Nou, het is maar 1 examen. Morgen heb je weer een nieuwe kans. Jij denkt er wel heel makkelijk over, hè? Ja, dat diploma, dat komt heus wel in orde. Ik ga naar huis. Hey, je kan toch nog even je biertje op komen drinken? Dat is geweldig advies. Daar heb ik echt wat aan, Lucas. Hallo, het is toch niet mijn schuld dat jij je examen hebt verkloot? Dat is het wel. Ik moet studeren en jij loopt mij alleen maar af te leiden. Ja, want het is alleen maar feest en lang leven de lol. Je denkt echt alleen aan jezelf. Je wordt bedankt. Daar ben je. Heel even rustig. Pak je spullen, mee naar huis. Niet als jij zo doet. Meekomen en je went er maar aan dat Charlie weer bij ons komt wonen. Dit is dus ik dacht dat jullie het rustig aan zouden doen. Kan beraden wie erachter zit. Meekomen jij. Hé, doe eens even normaal. Hoe doe je hiermee? Hey, blijf van de af! Blijf van de af! Ik heb weer geprobeerd Jeff te bereiken. Niets. Je bent overbezorgd. Je wil het niet zijn, maar je bent er toch. Over dat stadium ben ik al lang heen. Komt zij over als een onbezorgd iemand? Nee, niet echt. Edwin, die blijft bij Lucas slapen. Hij zit in zijn examenweek. Hij hoort thuis te zijn en te leren. En ik ga je overhoren. Jij gaat een briljant cijfer halen. En geen seks totdat jij het diploma hebt gehaald.